Dick Lukien, de trainer van de thuisploeg links, in gesprek met Leon Vlemmings, de trainer van Go Ahead, dat degradeerde, maar sinds 2 april geen wedstrijd meer heeft gewonnen in competitieverband. Emmen is in de beginfase ook nog eens de betere ploeg, niet zo heel gek, als je zomaar dit soort ballen in de voeten krijgt geschoven. En dat leidt tot de eerste kans, die niet wordt benut door deze Glenn Bijl. Loem, bal breed. Hilal Ben Moussa. Nou, die mag zomaar doorlopen. Niemand die hem aanpakt. En dan mikt Ben Moussa die bal voor het doel van Sonny Stevens langs. De thuisploeg begint goed. En blijft ook eigenlijk de hele wedstrijd beter dan Go Ahead. En dan krijg je dus ook kansen. Zoals hier een intikker. Maar die bal wordt niet ingetikt door Cas Peters. Maar tegen doelman Sonny Stevens aangetikt. Het ziet er allemaal wat langmoedig uit. Daar de fans van Go Ahead. Ze zijn met ruim 300 stuks meegereisd naar Emmen. En die zijn niet blij met wat ze zien. Die zijn eigenlijk niet blij met wat ze het hele seizoen al zien. En dus ook niet blij met technisch manager Dennis Becking. Als in de tweede helft hier opnieuw de thuisploeg een goede kans krijgt. Maar Cas Peters is toch een man die normaal gesproken wel veel moeilijkere kansen in een doelpunt weet om te zetten. Wel Tramij aan de andere kant. Het is een van de spaarzame momenten dat Go Ahead in aanval is. Schenk zet die bal voor en dan van dichtbij Hendricks die tegen Dennis Telgekamp aanschiet. Vlemmings weet dus dat de goede lijn, in ieder geval qua resultaat, winst bij Barendrecht voor de beker afgelopen week, nou nog niet echt bepaald wordt doorgezet hier in Emmen. Emmen hier weer in de aanval met Glenn Bijl. Bal breed, Joris Voest de invaller. Ja, en ook die weet het net dan niet te vinden zoals dat zo mooi heet. En zo eindigt deze wedstrijd in 0-0. Het gedegradeerde Go Ahead weet nog altijd niet te winnen in de Super League. En dat is niet fijn. Geen goed nieuws voor Leon Vlemmings. Punt gewonnen? Ja, vind ik moeilijk te zeggen. De eerste helft was anders dan de tweede helft. Zeker na 20 minuten. We hadden heel veel moeite met lopende mensen van Emmen, middenvelders. En daardoor kregen we een aantal hachelijke situaties in de rondom de 16 meter. En de tweede helft was anders, vond ik. De tweede helft hebben we dat beter gedaan. Je hebt van die avond, hè? Ja, als je doelde door het feit dat we veel kansen hebben gecreëerd, denk ik. En daar mag er wel weer eentje van in. Het is een beetje een déjà vu met de wedstrijd tegen Fortuna, waarin we gewoon goed spelen. Ik vond ons vandaag misschien nog wel beter spelen. Zeer dominant, heel veel kansen gecreëerd. Ja, en het blijft 0-0, dan is het inderdaad zo een avond. En wat is dan de sleutel voor de weg naar boven? Nou, het eigenlijk heel simpel. Zorgen dat je energie steekt in datgene wat je elke week moet doen. En dus gewoon trainen, nabespreking doen, besprekingen houden met spelers. En zorgen dat ze fit zijn en de bal aan de goede kleur spelen. Ja, en een beetje aan vertrouwen winnen misschien, hè? Ja, maar dat is een groot woord. Dat doe je gewoon door dingen beter te doen. En door resultaat te halen. Zo simpel is het eigenlijk.